Dus, wat is de ideale brandstof? Nou, ja. dat, dat is inderdaad glucose. Ja. En het uh, gaat ook heel erg over het lessen van dorst, toch? Denk ik. Zeker, dat ja, is ja, vaak. Vochthuishouding die twee gekoppeld. En suiker. Ja. Okay. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sportdrank: hoe, wat en waarom. Sportdranken, ze komen in verschillende kleurtjes en smaken en claimen bijna allemaal dat ze nodig zijn tijdens duur inspanning. Maar is dat ook zo? En waar moet jij op letten bij de keus van je drinken tijdens de wedstrijd. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja Jurgen, sportdranken. Ja. Jij schreef daar een mooi uitgebreid artikel over op jouw website jurgenvantevele.nl. Uh, een tijdje terug alweer. Ja. Wat was de aanleiding voor jou om iets te gaan schrijven over dit onderwerp? De, de aanleiding op dat moment was dat uh, Kenenisa Bekele die liep in Berlijn de tweede tijd uh, beste tijd ooit toen 2016. Uh, op de marathon. Uh, ja, in Berlijn 2:03 nog iets. Ja. 2:03:03. Ja, dat doe je nu een beetje uh, lacherig over. Hè? Ja, nu aan het 2020 uh, zitten dan, we onder de dat twee, Maar dat geeft me aan hoe snel het uh, gegaan is. En dat was toen ook, uh, werd dat gekoppeld deels aan zijn schoenen natuurlijk, maar ook deels aan zijn uh, sportdrankje. Oké. Okay. En uh, ja, toen werd ik getriggerd van nou zou je inderdaad met een sportdrank ook nog prestatie kunnen uh, helpen, verbeteren. Uh, hoe werkt dat eigenlijk? En dat werd gekoppeld toen aan een Zweedse uh, bedrijf, Morten. Ja. Zo uh, spreek ik het maar. Uit. Ja, laten we dat voor deze uitzending Die een vasthouden. hele nieuwe slimme technologie had uh, uh, gevonden. Waardoor uh, lopers wel uh, veel glucose uh, suikers konden nemen zonder maagproblemen. Dat exact. was eigenlijk de claim die ze hadden. En daar ben ik toen op, uh, ja, op ingedoken. Ja, en, um... en laten wij dan eens in deze uitzending op zoek gaan naar enerzijds inderdaad, uh, wat is sportdrank? Wat, wat weten we er wetenschappelijk over ja. vanuit jouw rol als wetenschapsjournalist? Wat betekent het in de topsport? En tot slot vertalen naar, naar jou en mijn belevingswereld als amateur. Ja. Uh, wat is nou zinvol en, en onzin om te doen rondom sportdrank uh, als wij ook slimmer willen presteren? Oh, goed. Um, laten we even bij het begin beginnen. De basis. Sportdrank, waar hebben we het vandaag over? Ja, dat is, dat is een goeie. Je hebt ze... Ik, ik weet niet. Uh, ik denk in ieder geval de drankjes met suiker erin. Ja. Glucose. Ja. En, en dat, dan denken we aan uh, Gatorades, uh, AA-drink. Uh, maar bijvoorbeeld een, een Red Bull en al dat soort powerdrinkjes. Is dat ook sportdrank? Nou, ik zie dat Morton heeft ook uh, cafeïne tegenwoordig. Drankjes, et cetera. Nou, cafeïne is een andere aflevering waar we het ja. over gaan hebben. Uh, ik denk dat je het voor, voor dit stuk richting de... Eigenlijk meer op de energiebenodigdheden uh, tijdens ja. de marathon, dus wat is de ideale brandstof? Nou, ja. dat, dat is inderdaad glucose, ja, uh, en het gaat ook heel erg over het lessen van dorst, toch? Denk ik zeker, dat ja. is ja. vaak die twee gekoppeld. En suiker. ja, okay. ja. en dat uh, nou ja, glucose is, is belangrijk, is de te prefereren brandstof, in ieder geval als je een beetje lekker tempo loopt, ja. Want het, uh, het levert uh, per uh, heel een, efficiënt energie. En bovendien, als jij zonder zuurstof bij hele hoge in intensiteit gaat lopen, kun je ook nog je glucose anaeroop verbranden. Ja. Terwijl als je laag tempo, dan is het eigenlijk in principe vetverbranding, met name die al voldoende energie levert. Okay. Dat is, uh... Dus het is enerzijds uh, spoordrank als, als uh, brandstof ja. en dus als Ja. Als we terug in de geschiedenis duiken, waar, waar komt sportdrank vandaan? Ja, ik denk nou vroeger. Uh, dat, dat stuk heb ik ook uh, een, een van de eerste studies genoemd. 1924, de Boston Marathon. En dat uh, deed een man van Harvard, denk ik, zit daar in Boston. Uh, onderzoek. Die ging na afloop eens uh, bloedmonstertjes uh, nemen bij, uh, bij de deelnemers. En wat hij toen vond is dat uh, ja, een, een, best wel wat deelnemers. hadden een hele lage glucosespiegel. Oké. Okay. En uh, sommigen waren er ook heel slecht aan toe, tot ja. bijna uh, bewusteloosheid aan toe. De winnaar daarentegen die had een prima glucose spiegel. En vanuit daar uh, gingen ze eens denken: van, zou glucose uh, misschien belangrijk zijn? Ook als studies met honden, ja. waarbij ze uh, honden lieten op een, op een loopband. Want jij schrijft ook in je artikel: op dat moment dacht men nog dat het allemaal draaide ja. om eiwit, toch? Ja. Dus uh, sportvoeding bestond uit kip. En wel. het ja, ja. was de eerste keer dat men dacht: uh, koolhydraten, dus, glucose ja, is misschien wel Misschien zijn de glucosenspiegels wel heel belangrijk om die een beetje intact te houden. En uh, nou ja, hondenstudies lieten ook zien dat als honden met laag glucose, ja, die, uh, die vallen neer. Ja. En soms tot, tot aan de dood toe zelfs. Dus dat het uh, jaar erop heeft die man gezegd: hé, hey, uh, aan, aan diezelfde doelgroep een beetje, of de onderzoeksgroep ga nou eens onderweg gewoon lekker veel glucose nemen. Van tevoren, en tijdens, neem maar lekker snoepjes, et cetera. En wat gebeurde? na afloop gingen die glucose meten. Ja, ze zaten allemaal nog prima. In ieder geval uh, rond die, die, die vijf die je graag ziet. Uh, ze voelden zich ook, ook beter. Ja. En uh, ze hadden allemaal uh, eigenlijk wel beter gelopen ook. Kijk. En vanuit daar is dat onderzoek is wel duidelijk geworden... hey, glucose is die belangrijke brandstof... Die heb je wel, uh, die moet je goed aanvullen uh, tijdens een, een lange race of lange wedstrijd. Omdat je je voorraad die je hebt, die heb je opgeslagen als glycogeen, heet dat dan, in, uh, in spieren en lever. Die is, uh, die, ja die is na een bepaalde tijd op. Ja, en dan wordt meestal gezegd anderhalf twee uur is een beetje zo de limiet. Dus, Daarbij, de, dus als we dat omdraaien, alle sportinspanningen tot een uur, anderhalf uur. Hoef je eigenlijk niet bij te eten of met sportvoeding nee. aan de slag? Want dat kan gewoon op basis Klopt. van de voorraad in je lijf. Die studies zijn ook gedaan. Hebben ze mensen een uur op een, uh, een ergometer gezet? Hebben ze glucose geïnfundeerd? En, uh, of placebo? En het mooie geïnfundeerd, is. Geïnfundeerd? Het is via infusie. Ja, dit was ja. infuus. Ja. Maar ze hebben het ook met sportdrankjes gedaan. Het mooie van die placebo is: je kan ze gewoon uh, precies dezelfde smaak, kleur. Uh, en geur laten maken als je je suikerdrankje. Ja. En daarmee heb je eigenlijk de perfecte placebo. En voor een uur inspanning maakt het niks uit. Uh, en, en, en zelfs. Uh, de, het, het, de, ik, wat ik, er zit misschien zelfs een soort uh, placebo-effect bij. Ik vind wel heel een, een grappige studie die ze gedaan hebben. Hebben ze uh, een, een groep 20, 40 kilometer laten fietsen. Met drie drankjes: ja. water, uh, glucose of de uh, glucose placebo. Hè? Okay. En dan hebben ze nou bij die tweede groep, dus de glucose of glucose placebo, hebben gezegd van tevoren aangeven wat erin zat. Alleen dan wel af en toe tricky dat het gewoon niet klopte. Oh ja, verkeerde dus, informatie ja. gegeven. En wat, wat, wat zagen ze? Dat eigenlijk op het moment dat ze dat tegen iemand zeiden: ja, hier zit glucose, dit is jouw, jouw suikerdrankje. Ja. Dan gingen ze allemaal beter presteren, ook al zat daar de placebo in. En juist in de placebo-drank, ook al zat daar suiker in, dan gingen ze gewoon niet verbeteren. Oké. Okay. Dus dat geeft eigenlijk. Dus, wat, wat, welke aan, dus welke conclusie kunnen we daaruit trekken? Ja, dat het misschien wel prima is als jij je happy voelt van, van tevoren even voor die, maar voor die inspanning, die 10 kilometer... je denkt, nou, ik moet er even mijn suikers weer nemen. Nou, ja. die, misschien zijn ze al opgeraakt. <laughs> ja, ja, tijd, ja, dat he. zou kunnen, ja. ja. Dat, als jij een drankje neemt en je, je, je meent van... hier zit suiker in en ik loop goed op suiker... moet je vooral doen. Ja. Maar uh, dat, dit, eigenlijk is dat wel het geloof. Waarschijnlijk het placebo-effect. Dus dat... Uh, ja, voor, maar dat geldt voor een uur. Ja. Nou, na een uur, anderhalf uur... Als je lekker doorloopt in ieder geval, kijk, als je, als je gewoon in een shocktempo, ja, dan kan je volgens mij, voornamelijk zit je dan op, op vetverbranding. Ja. Ja, heeft ook, te maken ja. met de intensiteit met je hartslag, hè? op het moment ja. dat je hartslag erg laag is, dan kan jouw lijf, heeft de, de, de tijd en de ruimte en de energie om jouw vet aan te spreken als energiebron, ja. hoef je dus ook niet bij nee. te suikeren. Nee, precies. Dus dat is, uh, wat ga je dan nemen? En uh, dat, dat blijkt dus dat dat allemaal helemaal niks uitmaakt. van Pardon? Of jij uh, jelletjes neemt, drankjes, gepakte bananen of gewoon bananen. Of zelfs uh, aardappelpuree. Uh, mooie studie van vorig jaar die ik zag: twee, uh, een groep wielrenners, uh, twee uur fietsen en daarna een tijdrit. Ja. En de ene, uh, misschien uh, kreeg het allebei, bij de tweede test dan, uh, de jelletjes, de eerste test. De, de aardappelpuree. En het maakt uh, het maakte dus niks uit in de prestatie. Dus het, omdat het allebei koolhydraten zijn: koolhydraten Precies. suikers. Want je gebruikt nu het woord glucose. Ja. Uh, je gebruikt nu het woord koolhydraten. Is dat allemaal hetzelfde? Uh, glucose is, is, is het basismolecuul. Ja, en dat, en dat, kun dat krijg je binnen ja, door je koolhydraten. En uiteindelijk, kool, uh, die, 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 die zetmeel, die aardappelpuree, die wordt eerst omgezet in kleinere moleculen: in glucosemoleculen. of... Uh, ja. En die, dat, dat kost wel wat tijd in de maag, maar dat gaat eigenlijk snel. Um, de opname namelijk van uh, glucose is niet zozeer van hoeveel giet ik erin. Mm -hmm. Alles wat ik erin giet in mijn lichaam, dat Heb neem ik, ik op. Heb ik als energie? Nee. Daar zit een beperking in je dunne darm. Oké. Okay. En daar zitten ja, uh, speciale kanaaltjes, uh, transporters heten die dingen. En die halen eigenlijk die hengelen, als het ware, de glucose, vanuit de darm naar je, 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 naar je bloed naar binnen. Ja. En daar zit een beperking in en daar zijn studies naar gedaan. Dan kom je altijd uit op rond de 1,1 uh, gram per minuut of 60 gram glucose per uur. Okay. Dat is behoorlijk wat, ja. iets van uh, ja, 20 uh, druivensuikertjes of zo. Ja. Dan gaat het wel echt om mensen die uh, rete hoge intensiteit lopen. En dat is wat die toppers dus uh, echt wel moeten gebruiken of wordt aanbevolen. Zeg je nou, is dit iets wat je kan trainen? Dit glucoseopname transpondersysteem in je darmen? Is dat de... Uh... Daar is men nog niet over uit. De, 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 die studies in muizen kan het wel. Ja. Maar de beperking lijkt hem echt te zitten in de hoeveelheid transporters. En de vraag is of je er echt van, van, van 60 per uur naar... Naar een dubbele kan. Dat waarschijnlijk niet. Er zit misschien wel een minimale uh, range in. Wat, ja. wel, wat je wel kan trainen, maar daar komen we denk ik ook nog wel een keer op, is gewoon het, ja, het feit dat je ineens met voeding moet opnemen. Ja, precies. En hoeveel? Hoe voelt dat? Dat je met het zonder... stelsel aan de slag moet ja. tijdens inspanning ja. om, om stoffen op te nemen. Ja. Nu, het grappige is wel denk ik nog het vermelden van uh, je kan van 60 naar 90 graden. 90 gram per uur, als jij een goede mix hebt van glucose en fructose. Oké. Okay. Omdat je aparte fructose-transporters hebt. En is, dan het, is je dan een nog... ander molecuul waar ik ook energie uit heb. Ja. Kan. En eigenlijk tafelsuiker is dan een koppel gekoppeld glucose- en fructose-molecuul. Saccharose heet dat samen. Ja. Dus uh, fructose, net even anders dan glucose, uh, daar zijn aparte transporters voor. Dus redelijk uitgedokterd. 90 gram glucose per uur maximaal in de ideale mix van uh, 2 staat tot 1 glucose staat tot fructose. Ja. En dat is voor nou ja, echt toppers die die marathon onder die 2 uur willen lopen. Doet me denken aan uh, een, een vlogje. wat ik uh, maakte. ter voorbereiding op mijn tweede marathon. Uh, ja. Voor de kijkers op YouTube. Uh, zoek me eens even op. Want daar had ik ook. Uh, in mijn eerste marathon ben ik tegen. denk ik een soort van hongerklop. In ieder geval had ik dit niet goed gemanaged. Ja. Dus ik had inderdaad uitgerekend. dat je die, die 60 tot 90 was ik tegengekomen. Okay. Dus ik had twaalf uh, celletjes ja, ja. bij me. Ja. En die had ik allemaal zo naast elkaar gelegd. En net als een soort uh, batterij. Uh, om mijn heupen liggen. Waarop iedereen zei. ben je gek geworden? Hoezo ga je ja. zo van gel eten? En ik altijd met zeggen. ja, maar. Volgens de theorie kan je dit kwijt. Ja, kan je vertellen, op een gegeven moment komen ze echt je neus uit. Ja. Dat hadden mensen me ook al gehad. Dus en wanneer begon je dan mee? Al meteen uh... Meteen vanaf het ja. begin. Dus ik had een, een super strak schema. Iedere 20 minuten uh, had ik zo'n ding weg. Want deze waren dan uh, relatief kleine verpakkingen. Ze dus waren 20 gram per ja. verpakking. Dus ik had, uh, well, 25 zoiets. Maar ik had eruit dat ik precies tussen die 60 en de 90 kwam. En op de klok gewoon iedere 20 minuten eten. Maar ja, ergens bij, uh, ik denk, een ja. celletje achter zo. <laughs> je krijgt zo'n vieze smaak in je mond. En inderdaad, je buik. Nou ja, daar gaan we het de andere keer wel over hebben. Um, maar dus theoretisch klopt het. We leren dus nu van jou vanuit de studies... je moet je brandstof aanvullen. Het maakt niet uit waar die brandstof vandaan komt nee. in de basis. Nee. Uh, van aardappels tot shelletjes tot sportdrank. Behalve dan nu het verschil leren we tussen glucose en fructose. Ja. En daar zit dus een maximum opnamecapaciteit. Precies. Dus het heeft geen zin ja. om jezelf door te blijven laden. Ja. Dat is brandstof. Hoe zit het dan met je vochthuishouding en dorst? Want dat is natuurlijk een andere component ja. in een lange duur inspanning. Ja, dat is... Uh, uh, ja, in, om kort te zijn, ga wat mij betreft ga gewoon op je dorstsignaal af. Uh, ja, maar dit is de, nogal een uitspraak, hè? Voor ja, de mensen zeker. die wat dieper in de sportwetenschap zitten. Daarom Hier is denk ik niet ik daar het over eens. daarom gaan we denk ik nog een uitzending aanwijden. In het kort er is gewoon een tijd geweest dat die, die drankenfabrikanten mensen misleid hebben waarschijnlijk. Daar dat lijkt durf jij zo hard te zeggen. Ja, ja, zeker. Door te zeggen, nee, dat dorstsignaal is onbetrouwbaar. Je moet vooral uh, zoveel... Ja, op de klok. Ja, ga drinken op de klok. Ja, en nou dat signaal kwam eens naar buiten en marathons pasten zich toen ook aan. Die gingen om de vijf kilometer al een, een drankpost uh, uh, neerzetten. Ja, uh, ga vooral niet op je gevoel af. Was toen het idee, uh, want uh, uitdroging oh, dat, dat, nou daar wil je, dat was je dat, grootste vijand. Ja, dat was je grootste vijand en dan ook altijd dat magische uh, getal: 2% gewichtsverlies. Uh, is, is net uh, toelaatbaar. Maar ja. ga je meer dan dat verliezen door, door vochtverlies? Nou, dan hang je. Dan, mm. uh, maar wat gebeurde toen? Oh, bij marathons. En dat had ook te maken dat mensen wat langzaam. Het ook recreanten mee gingen doen. Die gingen om die vijf kilometer uh, uh, drinken. drinken. Ja. En uh, ja, er kwamen een aantal. Die vielen toch op een gegeven moment neer. Die werden uh, ja, misselijk. Die gingen. Uh, ja die, 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 ja, die raakte echt van het padje af. Waarbij mensen in de eerste instantie... Dat leek op uitdroging. Ja. Totdat ze achterkwamen van... Hé, maar uh, extra vocht toedienen heeft geen zin. Werkt juist A voor rechts. Wat er aan de hand was... Die hadden gewoon te veel vocht opgenomen. Oké, okay. wat gebeurt dan? Uh, nou, hyponatriëmie is het dan. Natrium is superbelangrijk. Uh, Natrium ion. is zout, hè, denk ik. Ja. ja, ja. En uh, ja, dat is gewoon... Uh, ja, de, Bazaal al voor belangrijk voor, voor uh, ja, spiercontracties, uh, zenuwcellen om uh, prikkels door te geven. En uh, nou, hyponatriëmie is echt, uh, ja, uh, ja, dat is op, op leven en zo, als je daar echt uh, onderschiet. Ja, ja, in dat, de volksmond heet dit watervergiftiging. toch? Ja, ja, klopt. Ja, dus je hebt zoveel gedronken ja. dat het zoutgehalte in je bloed zo ver daalt procentueel ja. dat er systemen gaan uitvallen. Ja, ja. En dat was er dus aan de hand. Dat ze achterkwamen van hé, hey, maar het is geen uitdroging. Het is gewoon watervergiftiging. En uh, ja, toen hebben ze een beetje teruggekeken: uh, van ja, waar komt eigenlijk dat hele verhaal vandaan? Uh, en nou ja, ik uh, volgens mij de show notes heb ik wel een goed, goed stuk van een paar jaar terug al. Waar ze gewoon ook gekeken hebben van alle claims die die sportdrankjes gemaakt hebben. Ja. Los van prestatiebevordering, maar ook daarbij van drink zo en zoveel. Ja, dat dat echt niet gestoeld is op wetenschap of op verkeerde inzichten zelfs. Wow. En uh, ja, inmiddels hoop ik in ieder geval dat dat een beetje bijgetrokken is. Ja. Dat men me daarvan bewust van is. Alhoewel laatst hoorde ik nog een, een verhaal van, uh, van een Amerikaan die daar bovenop zit. En die toch nog aangaf: van ja, het is nog steeds de wereld niet uit. Van, uh, hij komt het nog steeds tegen bij, bij Ironmans bijvoorbeeld. En uh, bij marathons in Amerika. Dat mensen. Ja, toch watervergiftiging, oplopen. Te veel drinken. Ja. Laten we zo eens uitzoeken wat dan wel goed is. Nog even ons, ons boogje via de topsport afmaken. Ja. Want uh, op een gegeven moment is men gaan onderzoeken. Uh, hè, er kwamen dus al die waterposten bij de marathons. Maar wat doen topmarathonlopers met betrekking tot sportdrank en drinken? Ja, dat is een goede. Want de, misschien is dan ook wel even de koppeling naar dat mar marathon... Ja. Dat, uh, het, het Zweedse ja. magische sportdrankje. Kijk, wat die zeggen is van die 60, 90 gram per uur... dat is heftig. Ik bedoel, jij hebt het zelf gemerkt, hè? Ja. Ik bedoel dat... Uh, het ja, behoorlijk... was het niet zo, ja, ik kan niet beoordelen of dat heftig was voor mijn systeem... maar op een gegeven moment krijg ik gewoon dat, dat je ja. zoet spul niet meer nou, door het is een, In ieder geval wordt gezegd, aanslag op je, met name je maag... Ja. omdat dat maag uh, gaat zeggen van... Uh, ja, hé hey, uh, dit, dit is zo'n hoge uh, uh, glucosehoeveelheid... Hier gaan we op, een beetje op protesteren. Dat ja. trekt ook een beetje uh, water weer aan. Omdat ja. het, uh, Lees je dus overigens ook overal als, of, als advies. Ga dus ook in je training. Ja. Al eens wat celletjes eten Klopt. en zo. zodat je ja. al een beetje weet hoe dat valt en hoe dat ja. smaakt. Dus, en, het ja. training the gut is ja. wel een inderdaad concept. wat uh, Asker Jeukendrups, bekende voedingswetenschapper. Zet ik ook in de show notes. Die besteedt er veel aandacht aan. En grappig, die heeft het dan ook over challenges... waarbij mensen juist, uh, dat zijn geen sporters... maar dan gaat het erom, hoeveel hotdogs kan ik uh, naar achteren werken? Ik geloof, uh, 69 is het record in 10 minuten. Ja. Ook dat is te trainen. Gewoon door te doen, door uh, ja, uh, los van het feit grote happen... en wel of niet slikken, maar gewoon trainen, trainen, trainen. En ja. dat werkt inderdaad ook bij het sporten. Dus ga eens een keer met net binnen een half uur... nadat je gegeten hebt, uh, hardlopen bijvoorbeeld... Het is, Juist wel, uh, dat dus moment... is trouwens tegen alle ja, moeders adviezen in. Een half uur na het eten, uh, uh, niet sporten. Maar dan heb je dat eens een keer meegemaakt. En dan kun je ja. voor jezelf eens beslissen van, oké... Okay, uh, wat, wat jij merkte is met jou, uh, ja, uh, omdat je... Ja, met jouw idee aan de ene kant, ik moet veel jelletjes. Dus uh, uh, ik, ik ga uh, vanaf het uh, moment, vanaf de, de start... Eten. Eten. Ja, ja dat, als jij dat getraind had... Ja. Wat ik niet had, nee. nee. dan had dat misschien wel gescheeld. Of was je bij de training achter gekomen... ja, maar dit werkt niet voor mij. Nee. Ik, uh, dit moet anders. En misschien had je met mij of iemand anders destijds gesproken... en gezegd, nou, het eerste uur, Gerrit, doe maar rustig aan. Of neem een geprakte banaan of neem iets anders. Dat is, dat is allemaal prima. Die Martin, die, die, die claimt... nou, die heeft dan een, die nieuwe technologie... en die uh, verpakken eigenlijk de glucose... Op zo'n manier dat de maag niet ziet van hé, hey, hier komt een hele stoot glucose aan. Ja, uh, dus die houdt op die manier eigenlijk de glucose sparen ze totdat hij de dunne darm bereikt en dan gaat die capsule eraf. Ja, en dat is eigenlijk het is verpakt in, in uh, alginaat, het is gewoon van, van algen gemaakt en pectine, dat is eigenlijk uh, wat hier in, in uh, Ja, groente Natuurlijke ziet. stoffen, ja. ja. En dus, dat is de 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 hydrogel technology, een soort gelletje om de glucose heen, waardoor zij in plaats van normaal de 6% glucose, 67 7, 14% kunnen geven. Oké. Okay. Nou ja, voor het, en dan zou je in ieder geval minder last van je maag hebben. Um, er zijn inmiddels wat studies gedaan. Ja, maar je wordt dan niet misselijk natuurlijk. Ja. Omdat die maag niet merkt dat er zoveel suiker doorheen komt. Maar dan komt het in de darm. Ja. En dan? En dan. Dan kom je eigenlijk van... Dan, dan wordt die verpakking eraf gegooid... en dan loop je toch weer tegen de beperking van die transporters aan... van die limiet van 60 tot 90... Dus dat is ook al in dat stuk wat ik, wat ik met, met Luc van Loon, die uh, hoogleraar uh, in, in Maastricht, bespreek. En die zegt, nou ja, daar zit de beperking. Ja. En niet zozeer in, in je maag. Ja, daar kan je wel trainen. Dat, dat, dat is niet zo moeilijk. Inmiddels zijn er een paar studies nu gedaan met het mouse en spul. En dan gekeken naar prestatie en gevoel van misselijkheid. En die, uh, die gooi ik ook op de show notes. Het maakt niks uit. In Hoe bedoel je, het van... maakt niks uit. Die, uh, de voor de prestatie, of ja? je Martin neemt of een, of een klassiek andere, drankje. Ja. Okay. Dus uh, dat is weer op het brandstofaspect. Ja, ja? Maar ook voor de maagproblemen. Uh, dus, Want ja, dat claimen... is gewoon persoonlijk afhankelijk. Ja. De een wordt er wel misselijk van, Zeker. de ander wordt er niet misselijk ja. van. Okay. Dus uh, het lijkt er, alhoewel, en nu zie je nog bij Eliud Kipchoge, de, de Breaking 2, los van de schoenen, daar is nu heel veel aandacht natuurlijk voor. Ja. Maar ook nog steeds gezegd, ja, maar hij zal toch wel 15, misschien uh, 15 seconden, misschien een halve minuut. Door die, uh, die sportdrank hebben gewonnen. Nou, okay. ik, ik betwijfel het. Alleen, ja, wat je gewoon ziet, is van zij hebben een assortiment behoorlijk uh, uitgebreid nu. Ja. Uh, overal te koop in de wereld. En uh, ja, ik weet niet, uh, jij richting uh, Marathon van Rotterdam, of jij al uh, aan het kijken bent voor, uh, voor jouw drankjes en of je daar uh, moet gaan bestellen. Uh, ik, ik heb ooit ook een vlogje gemaakt waarin ik heel veel celletjes heb geproefd. Ja. En ik uh, ben uiteindelijk ga ik vooral af op smaak. Ja. En uh, ik ben eigenlijk, want, want ja, mijn conclusie was ook, de meeste van die dingen hebben vergelijkbare ja. eigenschappen. Ja. We hebben het in deze aflevering over sportdranken. Ik ben nog wel even benieuwd naar een laatste aspect. Je zegt over, uh, 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 jij hangt aan, drink maar op dorst. Hè? Luister maar naar je dorstsignaal. Uh, en ga niet als een robot iedere keer drinken, want je loopt het risico van watervergiftiging. Um, tot slot, je, we lezen nog op dat soort verpakkingen iets over isotoon, ja. hypotoon. Uh, of gewoon water. Ja. Wat, wat betekent dat eigenlijk? Ja, kijk, uh, isotoon is eigenlijk uh, vergelijkbaar met de concentratie van die stoffen die erin zitten in, uh, in, in je bloed of in je okay. lichaamssappen. Hypertoon, daar zit er meer van in. En... Dus je, je bedoelt in de verhouding tussen vloeistof en uh, brandstoffen. Ja, glucose ja. en misschien wat zout en ja, wat ik precies, veel. Ja. Isotoon betekent dat, dat is in dezelfde samenstelling als in je en lichaam. En het idee is dat uh, in je maag met name een isotone vloeistof makkelijker uh, aan kan. Dat dat minder... Een hypotone vloeistof trekt eigenlijk vocht vanuit de maag weer aan. Die, die heeft zoiets van, hé, hey, maar dit, dit spul, dit... Uh, dit je lichaam dit moet dat bijmengen. Ja. Ja, ja, ja. Toch maakt het uiteindelijk... Niks uit. Het is, het is ook dat, ook dat is trainbaar. En ook uh, dus al die, die drankjes met uh, precies die elektrolyten erin, et cetera. Ja, elektrolyten is ook een ja, term die dat ik heel dus hoor. Wat, dat wat natrium zijn dat? En die ionen, kalium en, en calcium en chlor, al die zouten. Ja, ja volgens mij, daarvan wordt gezegd maar... dat ze helpen om kramp te voorkomen. Ja, Misschien het... is dat nog een hele andere We moeten aflevering. Maar eens een keer, uh, ja, <laughs> volgens mij is het eigenlijk. Uh, ik, ik drink zelf altijd water. Alleen maar water? Ja. Want banaan, hoe kom je dan weer Bij aan je inspanningen van, uh, van, nou, van dan een uur. Ja, ja, ja. uh, en uh, bij het triathlon dan? Ja, de, na het zwemmen, de fiets op uh, een banaan. Ja, okay. dat, ik ben een hele klassieke uh, en goedkope atleet wat dat betreft. Ja. Maar uh, nu komen we dus op de hoofdvraag van voor, onze Voor het zwemmen. Ja. 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 Nu en, komen ze dus op de hoofdvraag van onze aflevering. Is het zin, wat is zinvol en onzin voor ons als amateur, triatleten, hardlopers, fietsers? Jij zegt water en een banaan. Voor mij werkt dat prima. Ja. ja. Wij gaan hier niet beweren dat alles met Shell en sportvoeding nee, onzin is. Nee. Maar wat, wat, wat is dan wat is er zinvol aan? Wat is er zinvol aan? Ja, Belangrijk is sowieso om het, uh, voor jezelf uh, te kijken, ook in je beurs misschien. Of uh, ja, want van, er zit een prijskaartje ja, aan. Enorm, een banaan ja, is gewoon ja. een stuk goedkoper dan uh, een paar pakjes. En gel. dan tel ik daarbij ook kosten voor de tandarts. Want Vertel. Uh, ja, er is een studie uh, vorig jaar gekomen bij Olympische atleten, ja. uh, voor een Engelse studie. Ja, die blijken allemaal uh, 70, 80% tandrot te hebben. Wow. En die terwijl ze wel uh, gemiddeld genomen vaker poetsen dan de controlegroep. Ja, want dat is het interessante in ja. de studie, hè. Het is niet zo dat ze nee, slecht poetsen. Ze poetsen hartstikke goed, maar uh, ja, dat heeft waarschijnlijk toch ook met, met die zoetigheden te maken die ze tijdens hun uh, race of training allemaal uh, tot zich nemen. Ja. Dus ja, ik. Uh, ja, ik wat mij betreft, ik vind het allemaal prima om, om uh, ga, ga voor challenges of voor. Nou, voor draagjes, een, een argument of... waarom ik zelf wel ja. met challenges rondloop, is natuurlijk ook uh, uh, de, de draagbaarheid. Ja. Hè? Ja. Het is natuurlijk een manier om, om calorieën bij te hebben of, of brandstof ja. bij te hebben, die je heel makkelijk uh, ja. in je triathlonpak of op je fiets verstopt in zo'n uh, nuttig zakje op het stuur. Ja. Uh, en die natuurlijk ook vrij snel en makkelijk te consumeren zijn. Zeker ja. in een marathon. Ja. Ik heb dan zo'n zo zo triathlon startband. Met van die lusjes aan de zijkant. Ja, maar, dan kan ik ze mooi wegsteken. En de, de drankposten onderweg? Ja, nee, die pak ik ook. Dus ik neem okay. geen drinken mee. Oké, okay, dan maar... neem je daar water en niet de, uh, de energiedrankjes. Of de, want daar <laughs> hebben ze vaak ook gewoon... Uh... Ja, dan neem ik in de basis water. Ja. Al is het maar om mijn mond te spoelen voor die vieze zoete smaak. <laughs> en... Uh, ik geloof dat ik dan tegen het einde, maar dat is, je hebt gelijk, dat is allemaal placebo zitten zo. Dus, ja. Maar en tegen het einde gooi ik er dan wel af en toe wat sportdrank bij. Ja. Onder het mom van, uh, ja, alles nou, wat ik kan pakken. Het belangrijk punt wat, wat Luc Verloon toen al zei, wat ook in de Training the Gut verhaal is. Drink van tevoren wel een plens water. Vul je, je maag alvast. Okay. dan kan het veel beter tegen die gelletjes. Okay. Die, dus die opdonder die de maag lijkt te voelen, heeft mee te maken als je, als je niet goed gevuld is al met, met, met vocht. Ja, dan, dan krijg je en dan natuurlijk dat, dat water omtrekken. Dan vermijd je dat een beetje. Dus dat, dat is eigenlijk van misschien als jij gaat trainen, ook met die gelletjes, Drink van tevoren even gewoon een, een half bidon. Ja. Heb het gevoel van hmm, dit voelt eigenlijk misschien niet goed. Ik heb ja. al nu al een beetje een, een volle maag. Ja. Vanwege dat. Maar dat schijnt dan de, de probleem die je krijgt met de gelletjes wel veel minder te maken. Ja. Dus dat is dan een, een tip. Ja, ik. Uh, Prima, maar ik zou zeggen, volgens mij die, die drankposten zijn tegenwoordig... Uh, je kan van tevoren even informeren, wat, wat schenken jullie? Ja, en maar, waar, waar staan ze? Ja. ja maar en, en inderdaad, maar, en ban tijd, bananen op welke de Welke tijd ga jij voor... Uh, ja, ik geloof toch wel uh, 3,45 uh, okay. was wat ik vorig jaar haalde. En ja. dan een beetje eronder. Hè? Ja. Uh, en, en wat, wat, wat nou, dat is een beetje vooruitlopend op uh, wat ik anders ga doen, ik ga nog wel zelfs meenemen, maar minder. Ik ben inmiddels om op de repen. Ja, zo kan okay. hartstikke het ja. duur. Ja. Ja. <laughs> maar dan uh, sportrepen, wederom uh, vanwege de draagbaarheid. Ja. Ja. Uh, dus dat smaakt. Ik vind ze lekker inmiddels. Dat is een heel belangrijk aspect. Ja, ik, uh, ja. ik vind het fijn om het uh, tot me ja. te nemen. Het is compact. Ja. Ik kan inmiddels, zeker bij hardlopen, ik kan uh, eten en rennen tegelijk. Want dat is natuurlijk ook iets wat je echt moet je even trainen? moet trainen. Ja. Hoe, hoe kan je vaste voeding eten terwijl je aan het rennen bent? Ja. Um, en, uh, dus, dus eigenlijk zeg jij, voor ons als amateurs zijn de slotconclusies één, er wordt je heel veel op de mouw gespeld door fabrikanten, wat eigenlijk meestal onzin is. Ja, je moet drinken, maar vertrouw gewoon op je dorstgevoel. En andersom zeg jij dus eigenlijk ook, je hoeft niet in paniek te raken als je op een gegeven moment dorst voelt. Als jij binnen twee, drie kilometer bij de waterpost bent en je drinkt gewoon water. Helemaal niks, niks aan de ja. hand. Sterker ja. nog, je loopt eerder een risico om jezelf te vergiftigen met te veel uh, drank. Um, ja, je moet brandstof uh, tot je nemen, maar het maakt eigenlijk niet uit in welke vorm Precies. dat is. Ja. Lijkt me interessante inzichten. Ik heb er veel van opgestoken. Ik ben heel benieuwd om te leren van jou. Wat leer jij van deze aflevering en wat zijn jouw ervaringen? Je kan met ons meepraten op een aantal manieren. Allereerst zijn we te vinden op Twitter en Instagram via slimmerpodcast. Uh, reageer op de post over deze aflevering of uh, uh, tag ons in een van jouw berichten. Dan reageren we altijd terug. Wat je ook kan doen is naar onze website gaan: www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je alle afleveringen en daar kun je ook reageren op een aflevering. En we lezen daar graag van je terug. Of je stuurt ons gewoon lekker ouderwets een mailtje naar post slimmerpodcastnl um, En wij zijn natuurlijk heel benieuwd uh, wat jij van deze aflevering vindt. Stuur ze vooral ook even door naar iedereen in jouw netwerk. Pak de link en deel hem op WhatsApp of Facebook of Twitter of waar je dan ook maar zit. En uh, ja, wij vinden het dan leuk om mensen die dat doen ook even in het zonnetje te zetten. Ja. Jurgen, hebben wij nog uh, leuke reacties uh, binnengekregen? Ja, we hebben voor de, de YouTube-kijkers uh, ja. uh, re reacties van onder andere Revenge. Dan denk je, oeh, wow, die, uh, die, die, die zint al wraak, maar die is uh, zeer complimenteus. Ja, dankjewel voor je en, mooie compliment. Uh, Lucas van uh, Rosmalen, uh, bedankt voor je reactie. Dus, ja, je kan op uh, meerdere kanalen natuurlijk reageren, maar uh, YouTube is prima om dat te doen. Dus, ja. uh... Wij zijn inmiddels op heel veel kanalen te vinden en we lezen overal mee. We kijken overal mee. Dus uh, we zijn benieuwd om van jou te horen. Tot zover, dankjewel. Uh, sportdrank, hoe wat en waarom. Dankjewel, Jurgen. Ja, graag Tot graag. volgende week. Okay.